De familie Zeldenrust heeft een dagje quality time met het hele gezin. Ze gaan genieten van natuurgebied de Biesbos. Staan. Yes, staan. Ja, hier. Staan. Staan. Loop. Wij zijn de hekkensluiters, yes. Ik ga inhalen. Oeh, vind je het spannend? Lopen. De stok die gaat door die brug heen dadelijk, hoor. Een stok schoonmaken. Ja, loop maar rustig door, jochie. Als je met 8 kinderen de vrije natuur ingaat, is het een uitdaging om de club bij elkaar te houden. Het is dan ook hard werken voor Joshua en Jantina. Nog helemaal aan het vertellen. Even een handje. Hoi. Kom je weer terug, want er zitten wel brandnetels. Kom hier. Je moet ook niet overal insteken. Kom hier. Maar dat deed hij net zo. Dat doet hij altijd. Maar even daar. Ik ben blij dat je een felgekleurd vestje aan hebt. Dan ben je in ieder geval goed te zien. Omdat ze dat doen. Naast die mini. Ze zijn nog maar net 10 minuten in de Biesbos. Of jongste dochter Jedinia is al kwijt. Maar ze is alleen op onderzoek uitgegaan. Wat heeft ze... Wat heeft ze gedaan? Hoi. Nou, kom dan hierheen alsjeblieft. Als ze een miertje ziet, kan ze ook al zo tekeer gaan. Ja, jullie ook. Andere kant. Moet een beetje in de buurt blijven, lief. Dat had heel verkeerd kunnen aflopen. Nu Jedinia weer aan boord is, is het tijd voor Jesse's worstenbroodjes en al het andere lekkers voor de picknick. Lopen we zo meteen het rondje zo of lopen we zo meteen het rondje zo? Zo, ja, hè? Daaruit komen, hè? Ja. Als Joshua en Jantina met al hun kinderen de deur uitgaan, dan trekken ze regelmatig veel bekijks. Zijn die allemaal van jullie? Ja. Dat was zo. Zijn die allemaal van jullie? Ja, je ziet het toch. Ze lijken toch op elkaar, weet je wel. Of het dan samen. Deze heb ik meegenomen hier en die heb ik daar meegenomen. Nee. Hmm. Is dit de laatste vaak of komt er nog eentje bij? Dan zeg ik, zou best willen, maar nou ja, we hebben echt onze handen vol. Bijvoorbeeld laatst met de klassenfoto's moesten we met broers en zus op de foto. En dan moest ik er heel veel verzamelen om mee op de foto te gaan. En ja, heel veel kinderen stellen daar vragen over. Ze vinden het grappig, ze vragen meestal dan hoe ik het doe. Of ja, hoe lang het duurt voordat ik ze allemaal bij elkaar heb. Dus geven ze ook zelf een antwoord, het duurt waarschijnlijk een uur. Met een gevulde maag wordt de tweede ronde door de Biesbos ingezet. Hopelijk verloopt het deze keer wel vlekkeloos. Even rustig aan, hè, Dini. Dinnetje. Jasper, even wachten. Jesse, we gaan weer wandelen, jongen. En dus moeten Jesse en Joël over de boomstam terug naar de kant. Niemand nog even. Mam, Joël legt het op zijn knieën, hè, Jos. Ik had het kunnen weten. Geen droge leren met één. Hé, Joël, dit is goed. Laat maar, Julia. Krijg je niet meer uit. Nee, stoppen! Ben jij nog droog? Ja. Dan valt me nou weer mee. Goed, dit rondje wordt soppen voor jou. Nee. Kom maar. Ik zag het zelf gebeuren. Dus. Gaat lekker, of niet? Ja. Ik heb wel een tijd. De familie Zeldenrust is lekker uitgewaaid in de Biesbos. Ja, we gaan nu eens lekker taart eten. Lukt me wel. De rest van de dag staat in het teken van leuke dingen doen thuis. Wat is er gebeurd? Is er aan de hand, mensen? Dini heeft zich weer eens opgesloten in de wc. Nou, gaan we nog een keer proberen te pakken om een schroevendraaitje. Draai maar een knopje. Draaien. Goed zo, nog een klein stukje verder. Doe maar draaien. Andere kant op. Ja, goed zo. Ja! Yeah. Nou, dat zou jij niet meer doen, drupneus. Never a dull moment. Is niet leuk. Kom even naar mama. Waarom ging je nou weer opsluiten? Wat heb je nou weer gedaan? Alweer. Had je van de week ook al, hè? Dat was niet zo handig, een pluis. Jedinia, kijk maar eens aan. Jij zou niet meer aan het slot zitten. Niet meer doen, hè? Leert ze ook niet van, hè? Dat ze van de week zo verdrietig was. Jedinia is snel weer van de schrik bekomen. Want ze mag de avondmaaltijd voorbereiden. Ze gaan gourmetten en dat vinden alle kinderen superleuk. Leuk! Leuk, Jess! Wat leuk! Ook nu laat Jesse zijn kokskills zien. We gaan eens aardappelsalade maken bij de gourmet.
Met appels, met knakworstjes, aardappel, erwten en... Mais en nog wat andere dingen volgens mij. Maken jullie dan zo'n s'mores? Ja. Met z'n tweeën. Oké. Oudste dochter Julia onttrekt zich aan deze voorbereidingen. Ze heeft een vriendin op bezoek en wat doe je dan? Nou, dan ga je lekker op de telefoon. Smartphonegebruik zouden we wel willen dat Julia daar wat minder op zit. Het is een vrije dag en nu laten we het ook wel een beetje los. We hebben de ouder app erop staan en dan heeft ze zoveel uur YouTube, zoveel uur TikTok, zoveel uur... eigenlijk zoveel uur schermtijd en dan stoppen ze stop, dan stopt hij ook gewoon. Dat is eigenlijk een beetje hoe het werkt. Ze heeft hem ook nog niet zo lang. Ze heeft hem vorig jaar augustus pas gekregen. En sindsdien zit ze er ook wel echt heel veel op. Ik zou liever zien dat ze er wat minder mee bezig was. Mijn favoriete apps zijn Snapchat en TikTok. Het langste dat ik ooit op mijn telefoon heb gezeten was 12 uur. Jongens, wat is de grens van schermtijd? Wat hebben we met schermtijd? Wat is de grens van schermtijd voor jullie? 9 uur. 9 uur? Niet lekker. Nee, ze moet beneden 4 uur blijven, vind ik. Maar ja, dat is ook inclusief de muziek. Vindt die regels van mijn ouders echt niks. Mijn ouders willen niet dat ik langer dan 4 uur ongeveer op mijn telefoon zit. Wat idee gaat het niet werken. Niet als het lukt. Af en toe dan kijk je eventjes hoeveel uren ze per dag gemiddeld zit. Ja, en als dat weer uit de pui gaat lopen, dan zeg ik dat even tegen haar. Je zou er zelf op letten. Ik wil helemaal niet te veel limieten aan je stellen. Dat moet je gewoon zelf kunnen doen. Jesse die is ook aan het wachten voor zijn mobiel, maar die moet nog even wachten. De zomervakantie dat ze naar de middelbare gaan, dan krijgt hij hem. Dan pas. Dan pas? Nee. Ik heb nog niet eens gevraagd. Mam, waar moet die berg knakwassen zijn? Stekken zitten nog niet in. Bij de familie Zelderust is voor de kinderen het hoogtepunt van de dag aangebroken. De gourmetmaaltijd. Zonder je vingers te branden, hè? Papa, ik heb een spiesje op. Goed zo, wil je nog een spiesje? Nee. Jawel, waarom is gourmetten zo leuk? Omdat je zelf eten mag maken. Jesse, wat vind jij leuk aan gourmetten? Veel gehaktballen eten. Ja, je hebt geen restricties vandaag, hè? Het is niet eerst je groente en dan je vlees. Ja, alleen maar vlees. Precies. Zo, drie voor mij. Vandaag is het gewoon echt pakken waar je zelf zin in hebt, ja. Oké, ik kan me zo voorstellen dat als je 3 keer vlees hebt gegeten, dat je toch ook zin in een komkommetje of een tomaatje hebt of gewoon... Ik heb zin in een gebrak. Of een lekker stukje ananas of salade. Je mag zelf kiezen wat je eet. Ja, dat weet ik. En ik ga alleen maar junkfood. Niet zo handig, hè? Wel heel erg lekker. Hè? Wel heel gezellig. Maar als je het elke dag doet, is het toch niet meer leuk? Ja, nu is het heel leuk, omdat je het bijna nooit doet. Toch? En dat mag er weer af, dat mag er weer af. Dus we doen het heus nog wel een keertje, maar niet elke dag. Dat was maar een geintje, hoor. Morgenochtend krijg je in ieder geval fruit. Ja.